Goedemiddag, ik ben hier bij de Nederlandse Bank en ik doe even verslag van mijn week. Er is hier een congres bezig over de regulering van de crypto en wat de Nederlandse Bank daarmee moet. Nou, we hebben natuurlijk een bloedbad achter de rug. Het was echt gewoon 30% naar beneden met de Bitcoin en met de Ether. Het was echt geen mooie tijd, maar we hadden natuurlijk een drievoudiging gehad. Dus we gingen terug naar het niveau van november. En op dit ogenblik zie je weer de groene cijfers die regeren. De helft van de problemen zijn alweer achter de rug. En dat is voor degenen die net begonnen zijn, is dat best moeilijk om op een gegeven moment in te stappen en dan te zien 20-30% naar beneden. Maar dat hoort er een beetje bij. Wij zeggen allemaal hoddel en blijf erbij. Je ziet ook vooral de Ripple is zwaar getroffen van 3 naar 1,6. De Bitcoin is toch gewoon van 17 naar 12.000 gegaan. Maar goed, alles komt er weer terug en we gaan er ook gewoon mee door. Op het hoogtepunt van de crisis praatte ik met Mark van der Gijs in het vliegtuig. Die zat in Toronto en die ging naar de conferentie in Miami. En daar gaat hij ook verslag van doen deze week over wat daar allemaal gebeurt. En hij zei ook gewoon, jongen, de fundamentals zijn niet veranderd. Er komt heel veel nieuw geld aan. Hij is zelf bezig met het bouwen van miljardenbedrijven. 250 miljoen voor een fund waar je in kunt investeren zonder dat je iets met Bitcoin en blockchain hoeft te doen. En hij had natuurlijk net zijn bedrijf verkocht aan die miljardair vorig jaar. Dus het gaat helemaal goed met hem en was ook helemaal optimistisch. Grote issues gaan over regulering. Regulering in Korea en China, dat heeft eigenlijk die crisis weer veroorzaakt. In Korea was het niet waar, in China was het wel waar. Maar daar zijn mensen dan mee bezig. Nou, maandag is het zover. Volgende week maandag over een week, dan is de dag van de crypto in de Rij in Amsterdam. 2 dagen lang gaat alles over de crypto. En ik heb 70 sprekers, inclusief de Nederlandse Bank, inclusief de AFM, Jan Kees de Jager, Maurice de Hond gaat een peiling doen naar wat de Nederlanders eigenlijk vinden van de crypto en hoe groot hun portefeuille is en dat soort dingen. Mark van der Gijs zal er ook weer zijn. We hebben 35 blockchain startups die zichzelf presenteren. We hebben Bitcoin-miljonairs, we hebben traditionele investors, nieuwe investors, we hebben mensen die funds beginnen, echt alles. We hebben sessies voor Bitcoin voor dummies en aan de andere kant ook voor gevorderden. Nou, 70 sprekers, je kunt echt niet zo gek verzinnen of je kunt ermee werken. Je kunt 2 dagen kun je daarheen. Ochtends op maandagochtend ga ik praten met de Nederlandse Bank en de AFM wat het belang is van crypto voor de Nederlandse economie en wat we van regelgeving kunnen verwachten. En ook op een gegeven moment wat de investeerders me eigenlijk zien van wat je met die start-ups allemaal kunt doen met reguleren. Aan de andere kant hebben we dan ook de Bitcoin voor Dummies sessies die daar plaatsvinden. En voor gevorderden. En dat is ook inderdaad inclusief technische analyses. Mensen die praten over wat zijn nou eigenlijk de successen die eraan komen. 2 geweldige dagen die je niet mag missen. Het kost €99 en ik heb ook nog een code Vincent30 en dan kun je voor 30% minder. €70 per dag. En 2 dagen geloof ik voor €112. Nou, het is echt in de Rij in Amsterdam en het wordt gewoon een waanzinnig evenement. En het leuke is, Petra Hielkema is er. Die is directeur betalingsverkeer van de Nederlandse Bank. En die heb ik daar even over geïnterviewd en die komt er ook praten. Want we hebben gewoon duidelijkheid nodig. Deze sector is nieuw. Die moet ook gewoon gereguleerd worden, maar dan wel op een intelligente manier. Hoe kijkt zij daar tegenaan? Dus dat is op zich heel mooi. En die 35 mensen die komen pitchen. Die doen dat bij een marktpleintje. En aan de andere kant moeten ze allemaal 7 minuten pitchen. En dan 3 minuten vragen beantwoorden uit het publiek. Ik heb allemaal iedereen met een mobiele telefoon. Mag iedereen vragen beantwoorden. Dus dat laat ik hier zien in dat pitchdocument. En daar kunnen we dan mee doorgaan. Even iets anders nog. Ik was bij de coolste baan van Nederland. Daar heb ik ook een mooi filmpje van online gezet. En daar heb ik met Rientje Ritsema gesproken. Die staat ook een interview van online. En hij is ook helemaal gek van de Bitcoin en van de Ether. En hij is echt geïnteresseerd in nieuwe dingen. Wat doet nou zo'n kampioen na 10 jaar? Onder andere dan inderdaad dus ook de crypto. En daar zul je meer van weten. Even nog wat nieuws van de auto-industrie, hoe dat verandert. Gisteren was ik bij de remarketing-organisatie, de nieuwjaarsreceptie. En heb ik gevraagd aan de tweedehands autoverkopers, 1,2 miljoen auto's verkopen ze. Hoeveel gaat de prijs naar beneden dankzij de zelfrijdende elektrische auto's die dominant gaan worden vanaf 2050? Nou, dit zijn de prijsverwachtingen ongeveer gemiddeld 33, maar een flink gedeelte dacht gewoon dat meer dan de helft van de prijs naar beneden gaan. En ze verwachten ook allemaal dat het een flinke invloed gaat hebben en dat ook elektrische auto's gewoon dominant gaan worden en zelfrijdende auto's. Hartstikke leuk om te zien. Nog even voor de Tesla mensen. Als je een sinaasappel in je stuur stopt,
dan gaat hij heel lang mee. Dat mag natuurlijk niet, maar dat is wel interessant. En ik heb ook nog even met Karel Rode heb ik gesproken over, hij is een trendwatcher en een cool hunter. Ook hartstikke geïnteresseerd in de crypto natuurlijk. En ik heb met hem laten zien hoe dat nou eigenlijk werkte. Dus wat dat betreft is dat, was dat een hele mooie, is dat een mooie week. Maar vooral volgende week is voorbereiding voor het congres. De meest waanzinnige interessante mensen komen. Kom gewoon zelf ook langs als je dat interessant vindt. Want het is echt gewoon van, het is het mooiste evenement voor 2 dagen in de rij. 70 mensen. Echt alles wat je maar zou willen. De meest interessante mensen. Kom daar gewoon gezellig heen en dan zie ik jullie maandag over een week. Tot dan!